Gisteren was het nog een hele zwarte wand aan de buitenkant van de Lierse boot. En nu zit hij vol met paraplu's. En we komen weer een paar bekende gezichten tegen. Pieter en Kok en Jan. Jongens, wat zijn jullie vanmorgen aan het doen? Wij zijn met de paraplu's bezig, Alfons. Jan, ja, dat zeg je wel, maar wat is de bedoeling van die paraplu's? Is dat niet een beetje de goden verzoeken? Ja, maar we durven dat toch wel aan. Het is, er gaan bloemen in dadelijk voor ons, dus dat komt echt allemaal helemaal goed. In die kok, in die paraplu's, daar gaan bloemen in? Daar komen bloemen in, ja. We doen de bakjes erin en schroeven we vast en daar komen dus de bloemen in. Dus in elke paraplu, daar komen een paar plastic bekers, ja. En daar komen de bloemen in. En dan, Pieter, die lopen natuurlijk een keer vol met water als tegen zit. En dan? Ik denk dat het weer er gaat ervoor zorgen, denk ik. Ik denk dat we dan regen krijgen. Nou, dan zijn de bakjes weer vol. Dag 2. Wat moet er verder nog gebeuren? Wanneer zijn jullie klaar met je werk, Pieter? Als het goed is, moeten we donderdag klaar zijn met alles. Dus dan moet de boot helemaal opgemaakt zijn, bloemen erop en alle onderdelen moeten dan klaar zijn. Dan komen, want wanneer komen de bloemenstekers? De bloemenstekers komen morgen al. En dan donderdag gaan we dan echt op de boot. Morgen gaan ze voorwerken en donderdag gaan ze het dan opsteken. Jongens, ik ben hartstikke benieuwd. Veel succes, ik hou jullie niet van je werk af, Jan. Oké.